Yo, dat mensen van ons kanaal, onze kanalen en welkom... Oh, ons kanaal, we werken samen tegenwoordig. Ja, precies, bij onze kanalen en welkom bij Project D Arena. Ik ben hier samen met Duffy13. Yes, en Duffy13 is samen met mij, Dylan, oftewel Rotjoch. Klopt helemaal. En we gaan ownen. Ik vertrouw alles op Duffy. Duffy is onze PvP-koning en staat hij bekend op YouTube. Yes. Dus ik dacht, nou, we gaan het nog even doen. We moeten in ieder geval tegen een fan met Arjan, volgens mij. Zijn Arjan? Een Chunker met Mr. Calimero en een Mr. Skruus met Ilko. Dat moet helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Daarom. Go, deze kist is er, deze kleine kist. Kijk aan, we hebben hier meteen gear en we hebben hier Swiss Potion. Dus we pakken gewoon van allebei wat. Alles is nu voor jou verder. Yes, ik heb het. Dan trekken zwaard op één, Swiss Potion daarnaast. En we gaan nu eerst even food maken. Oké, ik vertrouw... ik ben onderweg hoor. Ik moet niet zo heel snel in Minecraft. Dat maakt niet uit. Oké. Oh man, is dat een zombie zouden? Dat weet ik man. Maar goed, dit moet je gewoon afslachten. We hebben in ieder geval een stone sword. We kunnen ook rennen natuurlijk bij, want wij hebben food. Ja. Maar ik maak wel eventjes meteen voedsel en dan kunnen we gewoon gaan rennen. Liefst ga ik naar het ziekenhuis toe. Waar ben jij nu? Ik ben nu weer naar binnen boven zijn crafting tables voor weed te maken. Nice, nice. Ik ben onderweg. Ik ben bij je. Ik heb 12 brood, ik vind het genoeg. Hey, brood, 3 naast elkaar was dat inderdaad. Ja, trouwens linkermuis verdeelt hij alles meteen. Oh, nou goed, ik heb het. Ik heb nu 14 broden. Oké, ready? Ik heb eten. We gaan nu gewoon door, we moeten gewoon kisten gaan zoeken, mobs uitschakelen. En als we teams zien, in de verte zien ze ons niet, proberen te crouchen. Kunnen we een geheime aanval op ze doen. Niet of wel? En we gaan, als we een team zien en ze zien ons niet, gaan we eens crouchen. Dat we kijken of we ze van achter kunnen aanvallen. Natuurlijk hebben we alleen maar een voordeel mee. Wil je sprinten doen dit? Ja, waarom niet? We hebben eten. Op, dus gaan we gewoon hier weer terug naartoe. Precies. Kijk, we kunnen diamond spullen hebben, maar die kant die schat ik denk ik nu klein in. Oké, we moeten oppassen, want ook David erop vond dat die politie bij de politie, bij meestal bij het politiebureau zit, hè? Klopt, die kan ook spullen droppen trouwens, hè, dat weet je. Af en toe, ja. Maar goed, het is natuurlijk een risico. Oh, spin maar achter je. Oh crap, you got him. Hoe wil je dit lopen? Wil je echt door het midden gaan lopen van de stad? Niet eromheen? Ja, we kunnen niet anders op het moment, man. Maar sowieso zitten ze hier, denk ik niet. Je kan ook helemaal omheen lopen, hè? Ja, maar... Kijk, weet je, hier kunnen ze om te gaan looten. Bij Dodo's Donuts, zo heet dat. Ja. Zo is dat genoemd. Dodo heeft dat gewoon letterlijk geclaimd. daar staan chests in, dat weet ik 100% zeker. Politiebureau zit de chests in. Brandweer zijn zit de chests, dus... En wij willen ziekenhuis voor de pots, hè? Ja, maar... Kijk, nu zijn we ook al bij dit huis, weet je. Kijk, we kunnen meteen naartoe rushen, maar hier is wel een kist. Hoppatee. Die is leeg. Hey, twee mensen. Kruis. Waar? Ja, rechtdoor. Waar ik kijk nu, zie je me? Daar. Oh, ja, ik zie het. Even kijken, wie zijn dat? Voor mij staat de Chunker. Met Calimero. Ja. Als ik me niet vergis. Oeh, gaaf. Eerste kill. Ja, gaan we... Wil je er meteen op? Ja, ik denk dat jij, wij weten, je hebt goed op PvP, jij zegt Calimero slechts, hè? Dat lijkt me wel. Oké, wacht, crouchen. Ben je nog steeds gecrouchen aan, ja, toch? Focus Pieter. Oh, dat is Sven Jong en Arjan. Focus Sven. Dan gaan we gewoon hier omheen langzaam lopen. Ze is David achter ons staat, joh. Ja, het komt dus goed, hij is niet zo ver, maar ik zie ze niet meer. Nee, ik denk dat ze ook gecrouched zijn. Of, dan hebben we een probleem. Of iets te ver weg. De deur kan ik niet open, moet ik... Ik hoor een deur open gaan. Naast ons zitten ze in de kist. Kom naar boven. Crouchen. Ik ben gecrouchen. Zit ernaast ons. Oké, ik open deze kist nu. Leeg, oké. Ze horen ons. Maakt niet uit. Oké, ze zitten letterlijk naast ons. Ik ben benieuwd of zij doorhebben dat we hier zitten. Oh god, jongens. Dit zijn die hartpompingen, jongens. Ja, spannend nu op zich, hè? Als je gewoon weet dat iemand dicht in de buurt zit. Het lijkt me verstandig dat we kaart gaan redden. Daar zit dus... Oh nee, is een skeleton. Oké, we gaan hier naar rechts toe. In deze huis zit ik allemaal leeg. Ik weet niet 100% zeker, maar... Hey, we zitten daar nog. Wat willen we doen? Want de zombie gaat ons chasen. Ze lopen daar. Ik zie dat... Oké, Arjan loopt nu hier het huis in. Hier kun je niet onderdoor. We moeten er omheen. Ja, we moeten er omheen, maar dat is op zich geen probleem. De grote straat, hè? We kunnen sprint trekken en het museum ingaan. Ready for it? I'm ready. 3, 2, 1, go. Oh. Go. Sprint. Gewoon followen. Oh, we gaan niet op de... Nee. Boys? Oké. Oké, David is daar. Let op, hij kan ons nu niet zien. Hij kijkt alleen vooruit. Achterblijven, oké. En ik rush nu het museum naar binnen. Ik ben mee. I'm with you, my friend. Oké. Een iron body. Goed. Ik pak gewoon even. We moeten hier gewoon heel goed om ons heen kijken. WC's checken. Kan in hoppers wat liggen. Ik ben niet zo... Nee, is niks. Nee, okay. Even op Swift. Dat is iemand. Dat is David, hè? Ja, dat is David nu op het moment. Maar loop je op gebouw binnen? Nee. Nou, tenzij je ziet, kan hij wel eens op een gebouw schieten. Ja, wacht eens even, was dat David wel? Weet je het heel zeker? Dat is heel zeker dat David was. Oké, goed, we kunnen hier... hier zitten sowieso kisten. Hé, hey, Skus is dood. Eentje is dood. Oké, die is dood door een creeper. Dat is, rechts zit iemand. Rechts, bukken. Rechts hier beneden zit iemand. Sven Jong zit hier met Arjan. Ze lopen buiten. Ze gaan de deur op. Kom. Nee, wacht, hier naartoe. Kom.
Ik een beetje. Oké, okay, laat ze nu maar. Loop hier naar buiten. Ja. We zoeken nu een weg om hier naar binnen te komen. Okay, wat David wij gaan doen is. David is er ook. Ja, wij gaan naar boven. De bovenste moet mijn kist zitten, als ik me niet vergis. Oh. Ja, want ze lopen hier buiten rond te zoeken een ingang. Ja, ze shiften nu voor David, natuurlijk. Klopt. Want ik weet niet of ze weten dat wij hier zitten nu. Nee, ik denk het niet. Of ze hebben ons gevolgd, maar kans is klein. Dus ze kunnen ons natuurlijk buiten hebben gezien dat we hier naar binnen zijn gegaan, maar. Daar is nu iemand. Ja, daar rent iemand. Ja. Dat is David weer, volgens mij. Ik heb daar. Is het iemand onder ons? Wie is dat? Ik kan zijn naam net niet zien. Ja, dat is David. Daar staat David. Links buiten staat David. Oké, dat is eentje van achter dan. Waar ik nu heen kijk, zeg maar die kant, dat was ook iemand. Ik doe even die Iron Body aan, just for sure. Tuurlijk. Oh, shift. David. Ik ben geshift, Maar hier moet ook goed op letten op kisten, man. Die kunnen echt overal random nu spannen. Ergens staan in ieder geval. Ja, ik ben aan het zoeken. Vaak zit in de grote bouw, zat altijd goede loot, maar... Ja, is natuurlijk nu in 2014. Moeten we nog in de dingen gaan? Weer te kijken? Even, gaan de... Anvils en zo? Nee, het ziekenhuis? Ja man, maar ik denk dat daar iemand is gespand, hè. Dat is, daarom wou ik ook eigenlijk... In het begin wou ik er heen, maar kijk, als er iemand spant, rennen wij er voor niks heen. Precies, die heeft alles shit al gepakt natuurlijk. Ja, daarom. Oké, we moeten wel nu een beslissing gaan maken. Wat gaan we doen? David rent rondjes om zijn huis, dus die heeft 20 rondjes in de hele gerend. Ik denk dat wij of Sven nu moeten gaan focussen. Ja, maar waar zitten hun? Ja, die zijn uit het oog verloren. Ik denk dat hun ook in de huis zitten hierachter. Dat kan maar zo. Het is een ding van mijn huizen, weet je nog? Wacht, hebben we deze kamer al gecheckt? Ja, die mag checken. Waar ben je Duf? Daar. Je moet goed opletten waar David nu op het moment is, want die kan hier buiten zitten. Dus als hij hier is, ren je gewoon kaart naar binnen. Ja, maar niet. Ik denk dat Dodo's Donut ook nog safe is trouwens. Goed om je heen kijken. Want in één keer ziet. Oké, ik zie David daar op straat. Wat op. Achter het muurtje staan. Ik zie er ook. Zag ik daar nog meer namen? Oké, achteruit. Ik zie David staan. Ja. Hij vecht met spinnen. Klopt. En ja, goed op. Goed opletten, ik zie een skeleton daar. Waar ben jij nu? Ik ben je kwijt. Ja, ik ben hier gewoon om het hoekje. Hij vecht nu. Ik zie hem hier vechten namelijk. Ja, ik kan ook boven kijken als je wil. Ik heb een mooi verandaatje. Ja, oké, dat is waar, maar... Oh, man. Oké, hij komt deze kant op en hij loopt naar de Dodo's Donut. Oké. Beter gaan we hier oversteken. Wacht even. Ja, gevaarlijk dit, jongen. We kunnen niet te lang stil blijven staan. Let's go. Linksom. Kom. Als je hier bent, ben je veilig. In ieder geval veiliger dan... Waar, maar ik denk dat mensen ook de crouch manier gaan gebruiken. Dus goed om je heen kijken, goed achter je kijken. Hey, ik heb ons de rug. En als nu van achter echt iemand komt, dan zijn we echt de klos. Deze kist hier is, dan kan je laten gaan. Die zijn leeg. Oké, wacht. Ik heb even vuur. Voorzichtig? Ja, ik ben voorzichtig altijd. Want zou je voor de dame als hier nou ziet, dan schiet hij natuurlijk op ons. Is hij wel zijn XP? Ja, hij is wel net geweest hier. Oké, ik ben achter je. Oh, damn it. Oké, kom naar binnen. Probeer die deur dus ook weer dicht te doen. Dicht. Oké, hier staan kisten. Hier staan dubbelkisten. Die zijn leeg en die zijn leeg. Als je alle chests steeds opent, dan ben ik gewoon achter je voor je rugdekking. Is ook leeg, weet je. Ik rush gewoon nu naar boven toe. We kunnen het dak op, hè. Ben je hier het dak op? Ja, toch. Je was vorige keer door Piet, weet je nog, in die opnames was Piet hier boven gegaan. Oh, cool. Oké, let's check it out. Go. Was het dit dak? Weet het niet. Hij was ergens was hij omhoog gegaan. Ik moet zeggen, we vinden erg weinig loot, man. Ja, erg klote. Nee, wacht ervoor. Ik zie iets van gedaan, hè? Nee, oké. Ik sta voor het raam. Hoe gaan we dit doen, jongens? Want dit is inderdaad weinig loot. Dit is echt klote, want weet je, we vinden geen spullen waardoor we sterker kunnen worden. Zullen we dingen... Ja, maar je hebt het... Hey, loopt iemand voor de deur. Ik kan weer David zijn. Weet je wat is? We gaan er zachter doppen. Ja, ik zie David daar staan, man. Hij staat daar. Ja, ik zie hem daar lopen, inderdaad. Nee, wat is, we gaan er zachter door praten, maar dat is echt onlogica. Maar dat komt, ik ben boven trouwens nog. Ik ben beneden, man. Doe maar gewoon chill. Het huis hebben wij tot nu toe is nu gewoon captured bij ons, weet je? Ah, die kat is. Hoezo? Wil je die run maken nog voor de... Ja, voor het ziekenhuis? Waar ben jij nu? Ik ben hier beneden. Je weet dat er ook een riool is, hè? Ja, dat klopt. Riool is onder de grond, dan kan David nog sowieso niet pakken. Ik ben nog nooit daar geweest, dus... Nee? Ja, we moeten opletten op, ergens op de hoek van de straat of ergens in de straat. Oh, het ziekenhuis is daar ook al. Daarom, het ziekenhuis is aan het einde van de straat. Wat gaan we doen nu? Zal en moet Dodo's Donuts checken. Dat is gewoon iets wat ik heel net al zei. Ja, dat moet gewoon. Ik ben weer... Oh, kom op, de deur. De deur. Fuck, ik dacht dat jij hem open deed. Ja, ik deed hem ook maar open. Jij deed hem per ongeluk dicht. Kijk, een boog met arrows. Kijk aan. Moet jij die? Ben je beter mee? Nee, jij bent er heel goed mee. Vast wel. Ik ben echt Nee, absoluut niet. Ik haat bogen. Oké, kom maar. Ja, krijg je hem. Oké, heb je 18 arrows? Heb je die? Mooi zo. Oké. Selecteer het goed.
Er loopt iemand in beneden. Kijk, daar loopt iemand in het riool. Die is nu net gecrouched. Oké. Okay. Nu weet iemand dat hier iemand. Nee, hij is weer ondergecrouched. Daar loopt iemand. Is het niet David? Nee. Nee, het is onder de grond en gaat nou weer crouchend. Oké. We moeten hier weg nu, man. Ja, let's go. Ik ben achter je. Always behind. Dat huis zie ik ook een kist, dus we gaan sowieso dit huis even naar binnen. Er staat een creeper daar beneden. Ja. Is in die rijk. Rijke luister. Oké, ga. De deur dicht. Oké. Een iron axe en een poison of swiftness. Wil je die iron axe? Die is beter dan je sword. Oh, ja. Nee, is even goed trouwens. Maar goed, het is toch altijd grappig. Dat is toch beter tegen gear, toch? Ja, klopt. Dan sloop je de gear snel. Dat is een hele goeie van je. Dus dan doe ik dat. Ja, we kunnen rijke luis mensen gaan looten, als er iets zit. Mogen we eigenlijk glazen stuk slaan? Ja, hè? Glazen stuk. Ja, inderdaad, dat mag. Maar goed, we moeten opletten dat dus niet iemand in de buurt die het hoort. Nee, achter ons iemand. Ja, echt? Dat is David. Of het is David. Nee, het is niet David. Wel. Nee, oké. Stel je op achter een muurtje dat ze je niet even zien bij het glas. Junker is dat ook. Junker was... Junker, waar ben jij? Kom je erbij? Nee, ik zei rustig achter de kassa. Wat wilt u eten? Hallo sir. Het team van dingen is uitgeschakeld. Okay, wacht, daar loopt iemand dat snel. Dat is Junker. Ja, die gaat nu YOLO. Kan niks anders meer dan YOLO, want hij... Nee, wacht, hij leeft met Calimero, hè? Maar ik weet niet, misschien heeft Calimero achtergelaten. Eigenlijk moeten we wachten tot hij hier binnenkomt. Of dus dat kan ook David zijn, hè? Nee, want David loopt niet zo snel. Wie is dat dan? Is dat? Het is Junker, het is echt Junker. Ja? Oké, die loopt gewoon heel YOLO. Weet je wat eigenlijk is? Hij gaat naar het ziekenhuis. Nou goed, dan gaan wij... Kom, we breken hier glas. Doe het. Ja. Okay, hier naar buiten. Kunnen we hier weer naar binnen. Je moet er wel even opletten. Oké, ik loop gewoon even een stukje, want het skeleton... Dammit. Maar snel doe. Ik shift. Oké, okay, want... Maar weet je wat het is? Ik moet zeggen, Sven en Arjan spelen goed. Ja, ze spelen ook sneaky. Ja, ze spelen heel sneaky, want ik heb ze... Uitgeraakt. In het begin hebben we ze alleen gezien. En niemand kan ons nu ook hebben gevoeld, dat kan gewoon niet. Nee, gelukkig niet. Nee, wow. We kunnen trouwens ook nog, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, de kamperbuurt, zeg maar, de camping achter iets. Ah, dat klopt, die ken ik ook nog wel. Kut, er zijn te veel zombies, man. Zo'n killer komt steeds meer, hè? Ja, maar deze had gear, ik dacht misschien, weet je, oké, ik ga even een stukje rennen hier doorheen door het bos heen, dat mag namelijk. En de mens niet aankijken. Zo'n enderman? Ja, die zitten daar. We're kind of being chased. Oké, ik zie namen in het. Ik zie namen in het hotel. Oh, Minecraft reageert niet. Minecraft is helemaal live. Echt? Ja, in mijn rug. Help me. Red me. Ja, ik defend je. Thanks, bro. Echt. Leef je nog? Ja, ik lag heel hard. Oké, hou vol. Ik ben er weer. Hey, David loopt nu uit het ziekenhuis. Er zat net ook iemand boven in het ziekenhuis. Wow, ik lag zo hard. Steeds? Nee, ik ben weer terug. David lopen ze nu voorbij, maar ik zat net na me in het ziekenhuis. En dat is dus jammer dat jij net niet meer kon bewegen. Ik was sneaky, Oké, ik dacht, Mortoma, dat is het benen van Enderman. Ja. We moeten eigenlijk iets dieper het bosje in, een klein stukje. Dus we hebben net niet precies even op de rand. En dan kunnen we sneaken. Achter ons wel een creeper. Oké, loop weg. Je hebt dan ook een boog, hè? Ja. Maar goed, creepers slaan, alles maakt nu geluid. Daar moeten we ook goed op opletten. Alles maakt geluid. Oké, ik ben aan het eten. Want ik weet nog niet of iemand gekruist in het ziekenhuis nog zit, omdat ik hem uit oog ben verloren eigenlijk. Ja, nou ja, het komt goed. Dus met z'n tweeën die fight aan gaan boven. Als het Sven is en Arjan, meteen op Sven. Goed. Duik op Sven. Heel voorzichtig. Kruis nog steeds. Kip, ik schrik me kapot, man. Kartal. Ja. Oké, de ziekenwagens. Ik weet niet of dit geloot is. De ziekenwagens zijn wel geloot. Denk je? Waar ben jij nu? Ik ben het ziekenhuis ingelopen, man. Ik loop lekker. Oké, gelukkig. Let goed op boven je als iets zit, want ik moet hier nu uitkruisen om deze kist te kunnen openen. Nee, deze is leeg. Ja, dus obvious is hier al geweest, dat kan niet anders. Ja, natuurlijk zijn hier mensen geweest. Hier zijn mensen gespawnd, hè? Denk je? Ja, dit is een vaste spawn van altijd één team. Eén team spawnt altijd hier. Iedereen spawnt altijd op de farm eentje en soort altijd eentje hier. Je zijn nog over. Is goed, gewoon gaan rennen, want... Arjan... Ja, fucking hell. We kunnen wel een sneaky doen de hele tijd, maar... Ja, maar weet je, er is niemand hier... Kom maar Dylan, ik ga je elektrocuteren. Hey, David! Crouch. Maar David komt niet naar binnen als het goed is. Ja, maar crouch. Ja, ik ben gecrouched. Oké, ik ben... Hi daar, wacht hier. Ik ben benieuwd, voor mij zat hij onder de tafel toch ook ergens een kist, of niet? Nee, niet. Crouch David dat een keer. Oh, jeez. Emmet, man, echt. Of wij hebben gewoon heel veel loot misgelopen, of we zijn te voorzichtig, zeg maar. Maar... Ja, ik kom ook niemand tegen. We komen ook niemand meer leeg tegen. Leeg. We kunnen proberen zeg maar via die huisrits rechts te gaan. Ja. Richting de farm. Misschien zijn mensen eten aan het zoeken bij de farm.
Ja, dat zou kunnen, maar... Dan gaan we via die rits denk ik weer terug. Oké, okay, hier zijn twee namen. Even kijken, hier rent David, rent achter. David rent achter... Achter Arjen aan. We kunnen nu naar buiten Arjen... Nee, wacht, laten nee, we... Nee, natuurlijk nee, nee, niet. Laten ze laten leiden. Kijk hem leiden. Ja, lekker. Ja, Arjen dat is alleen bij een zombie. Maar dat betekent dat Sven ook in de buurt zit. Ja. Oké, wacht. Zijn we nu het enige... Nee, oké, okay, Chunker en Calimera zijn nog één team. Ben is het enige van Geluif en wij. Ja, precies. Maar ik denk dat dit is allemaal hier geweest al, dus hier komen ze niet meer naartoe. Wij moeten nu echt een actie ondergaan, anders... Ja, dus David kunnen we niet aan. Dat is één ding wat 100% zeker is. David kunnen we niet aan. Waar ben jij nu? Ik ben nu weer naar beneden gelopen, man. Ik ben hier nog rustig. Oh, je loopt gewoon. Ik ben niet meer gezien. Ik zei gewoon, weet je... Ja, voorzichtig. Het Call of Duty dit, man. Campers. William Campus. Rechter rijdit. Pas op, hier was wel net David. Ja, klopt, man. Ik heb geen zin met hetzelfde lot ondergaan. Goed, we moeten ook niet vergeten dat David ook zo'n spullen dropt, hè. Kijk, hij heeft hier net natuurlijk Arjen gekild. Misschien liggen er nog dingen. Even Kno. Dat heeft hij denk ik zelf opgepakt. Ik zie wel iets opgeblazen, maar dat mogen we niet pakken. Het vol. Als het oppakt, dan moet je het gewoon niet gebruiken. Oké. Ja, zou die kist gebruikt open zijn? Ja, die is gebruikt. Ik loop rechts van de auto nu. Kom. Waar ben jij? Ik loop nu naar rechts. Go, go, go. We maken een run. Oké, 3. De bos in. Go. Bos in. Follow you. Arjen is eruit. Oké, okay, ik heb je back. Oké, okay, shift weer. Vanaf hier gaan we gewoon shiften via de boomlijn. Kunnen we zo. Goed. I got your back, mate. Ja, we hebben wel slechte gear, maar we kunnen best de enige van de twee mensen. En dus we hopen op slechte skills en PvP van de Calimero. Ja, maar dat moet haast wel. Dus dan heeft Pieter echt goede shit. Pieter heeft altijd goede dingen. In de ja, echt dingen. Hè? Hij komt altijd met goede gear tevoorschijn. Zou dus het kamp hebben geloot? Hey, ik zie wel een paard. Het kamp zit hier namelijk rechts achter, hè, dat weet je. Ja. Ik weet niet of het is geloot, maar... Wanna try? Ah, wel, ja, dat is onze enige kans denk ik nog om in ieder geval items te winnen. Rennen, we kunnen gewoon rennen. Okay, ja, oké, go. Ik weet niet goed waar het kamp was, ik verdwaal dat als ik er was. Oh, gewoon hier naartoe en dan, ik zie hier al dingen, het spawn in ieder geval, het pad zie ik in ieder geval. Als we hier spullen vinden, hebben we zoveel luck. Ja, please, in het kamp, please. Hier zijn die staakervens. Ik weet niet of elke staakerven een kist heeft. Ja, deze is leeg, oké. Okay. Oh, hier is wel kist in het midden. Kijk, hier is wel echt een overduidelijke kist gespand ook. Okay. Leeg. Damn it! Is wel een taart, dus als je wil eten... Ja, oh ja, die ga ik wel even eten trouwens hoor, gewoon hop. Doet een taart iets speciaals dan? Nee, maar dat haalt gewoon honger weg. Ik had een beetje honger. Oh, ik heb geen honger. Oké. Okay, als dit... Och. Dat is okay, goed. We moeten fighten, man. Ja, we gaan fighten. Kom op, let's go. Balls deep. Laat gewoon het pad hier terug volgen. Het is ook wel handig als we mensen gaan... Wow. Heel veel chunkload, maar... Hey! Calimero was alleen bij dus David. Oké, okay, was dus... Het is dus wij twee midden. Tegen twee andere teams. Tegen twee soloers. Ja, het is nu solo tegen, ja. Nu gaan we gewoon rennen. Fuck it. Als okay, David... we gaan nu gewoon kills maken. Lane careful voor David. Voor David rennen we nog weg, maar voor de rest gaan we gewoon kills bouwen nu. We kunnen nu gewoon doen wat we willen, joh. Let's go. Je hebt mijn back, jij loopt nog achter me? Ja. Oké, we gaan gewoon op zoek nu. We gaan nu zwaar crouchen omdat ze nu bang zijn. Wacht heel even. Ja, loop maar door. Ik heb wel honger steeds. Oh. We kunnen ook speedpotion gebruiken en dan gewoon lopen. Gewoon rennen bedoel ik, hoef je niet te springen. Nee, kom, we gaan gewoon deze kant. Oh, ik lag. Oh, ja. Ja, kom, we zijn bij het voetbalstadion. Ja, oké. Okay. Dan lopen we nu richting de farm als het goed is. Ik zie een mini-zombie, ik zeg vervelend. Met een gear, met island gear. Serieus, hey, bro. Gold gear, komt ook een creeper aan. Een creeper. Oh, wel ontploft. Oh. Oké, okay, er lag een golden helm. Wil je die golden... Hier, die golden helmet aan, man. Hier, ik heb iron body, dus trek hem aan. Het is niet helemaal perfect, maar... Gold, weet er niks, toch? Waarom? Zombie. Hey, we kunnen hierin. Kom. Backdoor. Doe jij maar. Dit is de legerbasis trouwens, man. Hier kan ook shit liggen. Wat? Oh, wauw. Ik denk, wat al die crafting tables? Wow. Weet het niet, man. Hey, hier was ik één keer eerder geweest. Lag hier ook ergens een chest. Hier zitten allemaal crafting tables. Ik heb hier nog nooit een kist gevonden, dus dat best wel. Ik weet waar anders kunnen ze. Achterom het lopen. Holy moly. Ja. Ik loop gewoon hier een beetje tussendoor. We hoeven toch nergens bang voor te zijn, denk ik, op het moment. Oh, dit is vrachtwagen. Ik ben hier eruit, man. Oké. Ik zie ook geen namen, man. Oh shit, ik zit vast, man. Are you kidding me? Ja, nee, ik zit echt vast. Probeer kan je er helemaal niet meer uit. Wacht, ik laat de creeper hier oploggen. Oh, thanks. You saved me, bro. No problem, man. Lekker, man. De tactiek. Ja, toch? Oké, okay, wat gaan we doen? We moeten echt gewoon zoeken. Ja, we moeten kills gaan maken, man. Ja, maar waar zit hun dan? Of ze kent ik klim hier naar binnen. Hier zie ik een kist. Rust er gewoon op af.
En er zit een bogen met arrows. Nou, is dat wel bij bow arrows? Nam. Ah. David, ik gok David. Ja, weet je wat? Ze mogen mijn naam gewoon zien. Nico vechten. Nee, wacht. Dat is David. Ja? Nee, er rent iemand het huis in. Iemand zit in het huis. Go. We gaan voor het huis. We gaan hier gewoon ramen kapot slaan. Oh, ik lag weer. Fuck. Ja, okay. Really? Ja, let's go. Oké, we gaan van de vier jumpen. Wow, damn it. Dat is diep, hè? Damn it, hier kom ik niet uit anders. Moet hier overheen. Oké, we moeten helemaal nu weer omheen. Ik ga hier overheen. Wacht, ik kom eraan. Ik wil niet meteen laten springen. Oh, ik wel, man. Ik ga ook het... Ik zie hier iemand. Ik ben hier naartoe gelopen, man. Waar zit je nu? Ik ben nou aan de andere kant, man. Ik sta hier aan de andere kant van het huis. Ga dit huis in, ja? Oh, dan wacht. Ik wacht op jou. Rush. Ga. SWAT team! Hey, het is leeg. Wat? SWAT team! Wat? Ja, ik dacht, weet je, we gaan het huis bestormen, maar... Er zit een ander huis. Achterkant. Ja, dan gaan we die hiernaast. SWAT team, go! Problema. Ja, hier zit iemand. Zijn er zien! Hij is weg van mij. Kill hem. Ik kom eraan. Pak hem. Erachteraan. Hey, speed potion. Heb ik gebruikt. Of die is net uitgewerkt, dat kan ook. Kijk, hij doet het nog. Hij rent weg. Maar niet uit. Junker is ook dood. Als we nu Sven pakken, hebben we gewonnen. Ja, GG! Ja. David leeft als enige nog, toch? Ja, David, zullen we ook wel David weer aan te pakken nog het tweede? Ja, dat kan, maar het gaat niet lukken. We hebben gewonnen, man. Dit is GG. GG, nou en, hoe doet David ook? Nee, ik ga daar niet pakken. Mensen van mijn kanaal en van Deru's kanaal, of Dylan Rotjoch. Yes. Bedankt voor het kijken deze aflevering van Project D. We hebben gewonnen. We zijn niet voor mensen tegengekomen, niet voor spullen, maar het is gelukt. Dus je ziet, David is nu vredig. Hij staat hier. Krijgt zoals golden apples van hem. Ik denk om niet even die like aan te klikken. Check bij mijn kanaal Dylan's kanaal in de beschrijving. En ik denk bij Dylan mijn kanaal. Inderdaad, precies. En wie weet doen we het ooit nog wel een keer. Ja, ging lekker. Later, mensen. Later. Ja, man. Ja. Mam.